natural lifestyle, gericht op natuurlijk leven, biologisch eten en vooral bewustwording. Want we zitten in een global awakening en wat gebeurt er allemaal om ons heen? Goed moment om meer tijd te nemen om naar binnen te gaan. Dus daar wil ik het vandaag ook over hebben, hoe je je eigen nieuwe werkelijkheid kan creëren. Want dat is het, we gaan naar een mooie nieuwe wereld, maar die mogen we echt zelf gaan creëren. Dus hoe je dat kan doen, dat wil ik vandaag met jullie gaan bespreken. Dus praat gerust mee. Zit je nu te kijken? Laat me even weten. Dat kan je doen door een reactie achter te laten op, onder deze video. En als je dit later terugkijkt, ook welkom. Je kunt nog steeds vragen stellen en reacties achterlaten natuurlijk ook. Vandaag wilde ik bespreken de vision boards die ik heb gemaakt. In ieder geval deze, die heb ik deze week gemaakt. Deze had ik al in januari gemaakt, maar ik vind het heel erg leuk om regelmatig... mijn toekomstvisie of wat, hoe ik het leven graag zie, om dat ook op een mooi canvasdoek te zetten. Dus je ziet hier boven mijn bureau bijvoorbeeld ook een heleboel van dit soort vision boards. En maak je eigen kunst, zou ik zeggen. Dus dat ga ik met jullie bespreken. Ook hoe je een energetische koord, doorbreekbrief kunt schrijven. Dus we hebben allemaal namelijk energetische verbindingen met alle mensen die we tegenkomen in ons leven. En soms belemmeren die verbintenissen ons. Dus hoe kun je dat dan doorbreken? Dat ga ik jullie ook vandaag vertellen. En ik heb ook een leuke samenwerkingspartner gevonden. Want deel graag ook mijn favoriete producten en diensten. En dit is echt een heel erg fijn nieuw huidverzorgingsproduct. Het is 100% biologisch. Dus dat ga ik jullie ook nog vertellen hoe je daar 20% korting als Miss Natural lid op kunt krijgen. En sowieso, Miss Natural leden, daarvoor heb ik regelmatig voordeel. Dus kijk ook zeker even in de leden site. Je kunt gratis lid worden van Miss Natural. En dan heb je bijvoorbeeld ook korting bij Vitals of voedingssupplementen. En nog van allerlei andere partijen waarmee ik dan een samenwerking heb. Zit je nu te kijken? Heb je vragen? Stel ze gerust. Ik ga nu even nog mijn vision board brengen. Even zo in beeld. Dat is iets makkelijker, denk ik, om te zien. Hij staat er ook naast me. Dus het is best groot formaat. Ik pak altijd van die canvasdoeken. Bijvoorbeeld bij de Action kun je deze vinden. Dit is dan A2 formaat. En je ziet hier, ik heb hier een heleboel verschillende materialen gebruikt. Dus meestal pak ik een aantal tijdschriften. Ik heb hier de Happiness gebruikt en mijn eigen tijdschrift Miss Natural Magazine. Dus kijk wat je gewoon hebt liggen. Dat is, je kunt ook gedurende de weken, maanden... plaatjes verzamelen en ze nog niet direct gebruiken. Ik gebruik ook bijvoorbeeld kaartjes die ik vind. Bijvoorbeeld op de thee of een theedoosje of een sticker die ik vind. Of ja, je ziet overal wel plaatjes en zaken die je interessant vindt. Dus ik bewaar dat allemaal. En dan op een gegeven moment als ik dan weer een bord maak, dan plak ik dat er allemaal op. En nu heb ik ook gewerkt met veertjes, zoals je ziet. En dan maakt het echt een hele... een 3D-indruk ook, omdat je dan de zachte veertjes hebt. Deze sticker heb ik gisteren nog gekocht. Ook een opvallende steentjes uiteraard. Hè, als Braziliaanse samba-danseres, je ziet hier ook mijn toy in de kast. Is dat natuurlijk de manier om onszelf nog extra te versieren. Maar dat kun je natuurlijk ook op een bord doen. En deze oogjes, die had Indy gekocht, die vond ik ook wel heel erg grappig. Om die erbij te plakken. Dus... leef je uit. Je kunt alles gebruiken voor op zo'n vision board. Indy had ook een eigen vision board gemaakt. Indy komt hier nou even bij me staan. Heb je een vraag? Ja, dat ga ik nou niet doen. Ik zei dat. Doe maar even nog wat je net aan het doen was. Nou, dat is dus Indy wel even in beeld. Kijk, heb je een hele mooie jurk. Nee, nou dan niet. Ze heeft de Spaanse jurk aan vandaag. Oké, wat valt je hier op? Hè? Wat voor mij belangrijk is, ik heb dit eens gemaakt met de nieuwe maan, dan kun je nieuwe intenties doen. Dus deze week kan je dat nog steeds doen. Hè? Wat wil je echt voor deze nieuwe maand, nieuwe maand, voor intenties gaan neerzetten? Indy, ik kan jou nou niet helpen. Nee, ik kan echt niet. Ik ben hier met een talkshow bezig. Nee, het kan echt niet. Oké. Okay. Kijk, dat is lieve Indy. Ik kan nu niet. Ik ben even deze talkshow aan het doen. Ik kom zo bij jou. Ja? Je hebt nu nog die andere broodje kan doen. Oh, het gaat echt niet, hè. Nou ja, als je kinderen hebt, dan zul je herkennen dat je van deze uitdaging hebt. Nee, Indy, ik ga het nou niet doen. Ik ga het echt niet doen. Nee.
Dus vertrouw het leven. Dat is voor mij denk ik de grootste, belangrijkste tekst die hier ook op staat. Nee, ik ga het echt niet doen, Indy. Dit is echt heel erg irritant. Nee, ik zei al nee, hè? Goed. bidden, durf jij te bidden? Ik ben niet gelovig. Ik geloof altijd in het goddelijke in mijzelf. En dat, we allemaal godinnen en goden zijn. Ooit is ons verteld dat wij afgescheiden zijn van de God. Maar het goddelijke zit in ons. Die video heb ik gisteren ook gedeeld. Moet je maar eens even kijken. Die heb ik gedeeld over die twee zielen. Die dan praten over hoe zij... Indy, je gaat nou niet mee lopen vervelen. Nee, dit is echt niet leuk. Je krijgt straf. Je mag daar de hele dag niet meer dan televisie kijken. Als je nou niet even ophoudt. Dat meen ik. Nou, kun je meteen zien hoe ik mijn kinderen dus chanteer. Ik vind het echt niet leuk wat je doet, Indy. Yes. Nou. Maar bidden. Dus durf je om hulp te vragen. Actief om hulp te vragen. Ik had ook het boek gelezen. Signs, The Secret Language of the Universe. Ik luister naar audioboeken via Audible. En dat is echt ook een prachtig boek. En ja, dat gaat er ook om. Hè? Je kunt het bidden noemen. Je kunt het om tekenen vragen van het universum. Of van dierbare overledenen. Of je spirit guides, je hulpgidsen. Dus dat is helemaal aan jou. Ja, hoe je dat dan interpreteert. Maar durf je te bidden. Durf je om hulp te vragen. Want je hoeft het niet alleen te doen. Dus daar staat voor mij... durf je te bidden voor. En awakening, dat staat er weer heel mooi boven. Hier, awakenings. Nou, sister love, dat is voor mij echt super belangrijk. Dat we als vrouwen elkaar ondersteunen en niet afvallen. En we hebben meer vrouwelijke energie ook nodig hier op aarde. Dus daarom heb ik dat er ook op geplakt. En ook een foto van, van mezelf toen ik 2 was. Dus je eigen innerlijk kind. Ja, wat zou je nu je... jongere versie vertellen over hoe je nu in het leven staat. Dat je bijvoorbeeld geen zorgen hoeft te maken. Of dat je inderdaad mag vertrouwen op dat alles wat je wilt in het leven goed komt. Want vaak als je dan terugkijkt naar foto's van vroeger, dan zie je dat het allemaal niet zo verschrikkelijk was. En dat je inderdaad nu je innerlijk kind ook die ruimte mag geven. Even kijken, wat staat er nog meer op? Oh ja, natuurlijk dubbele getallen. Dat is misschien niet goed te zien, maar 1-1-1-1-1. Maar ja, ik zie heel veel dubbele getallen. Dat is eigenlijk al jaren zo dat het nu... ik weet niet, dat zijn dus ook soort van tekenen van het universum. De surfvakantie, je ziet hier ook een vakantie met het gezin waar we met z'n allen op staan. Dus dat is familie natuurlijk heel erg belangrijk. Die zachtheid, daar staan de veertjes ook voor dat je je zachte kant mag tonen. Heel veel vrouwen en mannen ook hebben een schild opgetrokken. Willen zich niet met kwetsbaar opstellen of kwetsbaar tonen. Omdat ze anders bang zijn om gekwetst te worden. Nou, ik heb inmiddels geleerd dat je je kwetsbaar op mag stellen. En dat je niet bang hoeft te zijn om gekwetst te worden. Want daardoor kom je ook anders heel hard over. En dan blijf je onbereikbaar. Dus het is oké om je kwetsbaar op te stellen. En zonder bang te hoeven zijn om gekwetst te worden. Dus daar staat die zachtheid, daar staan die veertjes voor mij ook voor. En het leven is een golf, catch it. Nou, ik hou van golfsurfen ook. Maar dit was ook van de surfvakantie. Maar dat is natuurlijk ook. Hè. Ga gewoon voor alles wat je wil in het leven. Daar staat dit voor mij voor. Dus wacht niet totdat je die ideale baan, die ideale partner, die ideale woning. Of als je die studie hebt gedaan. Nee, haal nu alles uit het leven wat je wil doen. En maak een bucketlist. Het is nog best moeilijk om 50 dingen op te schrijven die je echt wilt doen in het leven. Maar ga ze ook gewoon doen. Ga ze één voor één af. En het hoeven geen gigantisch grote dingen te zijn. Maar het leven is bedoeld gewoon voor de fun. Voor de ervaring. Dus haal alles eruit. Dat is voor mij echt super belangrijk. Dus festival, dus dat je ook een festivalbandje op. En van een feest, een dansfeest. Ik hou enorm van festivals en concerten. Dus dat is natuurlijk deze zomer ook helemaal anders loopt dat dan we hadden verwacht. Dus dat heb ik opgeplakt omdat ik daar ook natuurlijk weer naar verlang. Om gewoon gezellig weer buiten te zijn en te dansen. En, dus even kijken of ik nou alles heb genoemd van dit bord wat ik wilde noemen. Nou, denk het wel. Dus smile more, worry less. Niet zo druk maken. Je bent geweldig en vrijheid. Hè? Vrijheid staat er helemaal bovenin nog. Dat is natuurlijk, we zijn een soort van beroofd van onze vrijheid.
Oh ja, Alice, die zal ik ook nog noemen. Goed dat je dat zegt. We zijn beroofd voor onze vrijheid, dus ik kom ook zeker 5 mei, laat ik van me horen. Want we vieren 75 jaar vrijheid, maar daar is natuurlijk weinig van over. Inderdaad, Alice in Wonderland, die staat erop. Alice in Wonderland, die staat voor mij voor dat je op onderzoek uit mag gaan. We gaan van de derde naar de 5e dimensie. En door de 4e dimensie gaan we, als we down the rabbit hole, zoals Alice in Wonderland het ook gaat, follow the white rabbit. Google het maar, ga zelf op onderzoek uit. Question everything, trek alles in twijfel. Dat is een open geest, een open mind. Wat als alles wat je geloofde niet waar blijkt te zijn? Probeer daarvoor open te staan. Dus alles wat je ooit hebt geleerd op school, in de media, in de krant hebt gelezen, van je ouders hebt gehoord, trek alles in twijfel en ga zelf op onderzoek uit. En wat je daarbij doet is dat je niet alleen de mainstream media kijkt, maar ook de alternatieve media, maar ook daarbij je buikgevoel weer gaat gebruiken. Want klopt dit voor mij? Hoe voelt dit voor mij? Resoneert dit voor mij? En daar staat Alice in Wonderland voor, dat je zelf op onderzoek uitgaat en zelf mag gaan vertrouwen weer op de zaken die je leest. Je kunt zelf ook dingen interpreteren en cijfers lezen. Daar hoef je ook geen arts of wetenschapper voor te zijn. En daarbij ook gaan kijken van hoe zijn dingen in het verleden gebeurd. En zijn dingen wel zoals ze ons verteld worden? Want we worden best wel erg voorgelogen. Ook al denk je dan, hoezo dan Eva? Waarom zou de overheid het niet goed met ons voor hebben? Ja, dat is helaas het geval. Als je zelf op onderzoek uitgaat, dan kom je erachter. Dus daar staat Alice in Wonderland voor mij voor op dat vision board. Dus goed dat je dat nog even liet weten. Nou, dit was dit vision board. Ik zal dadelijk die andere ook nog even erbij pakken. Nu dan even nog dat product wat ik jullie wilde laten zien. Dat is van Ilika. Echt super fijne producten zijn dat. Ik wil hem even hier hoog. En dit is helemaal natuurlijk, biologisch, cruelty-free, geen dierproeven. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk, want we zijn ook geen proefkonijn voor de vaccinaties. Maar we willen ook niet dat de dieren gebruikt worden om onze huidverzorgingsproducten te maken. En je huid is het grootste orgaan, dus dan wil je gewoon dat je daar ook, dat is wat je tot je neemt qua voeding, wil je ook voor je huid en je gezicht ook de meest natuurlijke producten gebruiken. En dat zijn deze producten. Dit is bijvoorbeeld een nachtcreme die ze hebben. Een toner, ook een hele fijne. En deze vind ik echt helemaal super. Dat is met een ingebouwde kwast applicator. Dus dan draai je hem open en dan kun je daarna meteen je gezicht reinigen en schoonmaken. Dus je krijgt nu 20% korting met code Miss Natural. Staat hier ook in die ticker die hieronder voorbij komt. En dan kun je bestellen met 20% korting alle producten van Imika met Miss Natural bij de website die hier onder in beeld verschijnt. Ik zal hem even kijken. Dat is, ik weet hem even niet uit mijn hoofd. Dat is de website. Oh ja, biocareonline.nl. Dus Biocare Online, zij zijn de importeur van deze hele fijne productlijn. Want ja, natuurlijk schoonheid. Ik ben 44. Ik wil heel veel mensen zeggen, nou, ja, dat had ik niet direct van jou gedacht, dat je 44 bent. Maar schoonheid komt van binnen en van buiten. Dus als je suikervrij eet, biologisch, gewoon goed voor jezelf zorgt, doet wat je passie is. Dus ben blij, sta vrolijk en positief in het leven. Zorg daarnaast ook goed voor je huid, dan kun je er nog lang energiek en fit uitzien. Deze vind ik ook heel erg fijn. Dit is gewoon een droog borsteltje, maar dan een kleine. Ik heb een grote voor mijn lichaam, maar deze is klein voor mijn gezicht. En die gebruik ik ook dagelijks. Met een houten bamboe borsteltje. Kun je ook je derde oog mee openen en activeren. Dus dat is ook wel een leuke tip. Kost ook bijna niks, dus die wilde ik nog eventjes noemen. Nou, dan had ik nog een vision board gemaakt in januari. Heb ik die hier ook nog, volgens mij. Oh nee, die heb ik hier niet in het beeld. Kijk, hier zie je nog Indy met haar creatie. Een hele mooie grote had ze gemaakt. Dus lekker met veertjes geplakt. Oké, deze had ik al in januari gemaakt. Zal ik even zo erbij. Hè? Je bent niet alleen. Er zijn heel veel mensen. Heel veel mensen voelen zich alleen. Omdat ze alleen andere gedachten hebben. Of zich alleen anders voelen. Of anders dus ook zijn dan mainstream. Dat ben ik ook. Maar je bent niet daar alleen in. Lijkt het soms. Bij deze. Je bent niet alleen daarin. Dus heel veel mensen vinden mij ook raar. Denken ook van waar wij nu mee bezig. En jij ziet overal spoken en angst. Maar nee. Zo werkt het dus niet. Mensen mogen zelf op onderzoek uitgaan. Dus daarin ben je niet alleen. Nou, Let's Dance. Ik hou van dansen. Dat is echt mijn manier om uit mijn hoofd en in mijn lichaam te gaan.
Dus daarom staat die erop, World of Consciousness. We zitten nu in een wereld van bewustwording, dus daar mogen we ook meer aandacht aan gaan besteden. De wereld is een gevaarlijke plek en niet omdat het voor degenen die evil zijn, maar juist voor degenen die daarnaar kijken en niets doen. En zo is het ook, hè? Dus kom in actie. Vooral nu deze tijd is het zo belangrijk dat zoveel meer mensen wakker gaan worden. En gaan zien doorzien wat er aan de hand is. Nou ja, een avond gek doen als medicijn, dat is ook mijn favoriete tip. And the more you get real, the more unreal the world gets. En aanbevolen vanuit de baarmoeder. En daarmee bedoel ik dat je weer mag vertrouwen op je oerwijsheid en je oergevoel. Dus alles wat je intuïtie, maar ook letterlijk je baarmoeder als vrouw zijnde. Daar zit er gewoon zoveel wijsheid. En we zijn vaak die connectie gewoon super kwijt. Het hoofd met het hart, maar ook het hart met je buik. Dus probeer daar weer naar te luisteren, op die antwoorden. De kracht van transformatie, Iris Appel, die vind ik helemaal geweldig. Zo hoop ik eruit te zien als ik, het zal zijn, 85 ben. And Dare to Care, realisatie van een meisjesdroom. En waarom zou je maar één vak kiezen? Ik doe gewoon alles wat ik leuk vind. Hè? Dus je hoeft ook niet te kiezen. Doe gewoon echt wat je passie is en je hartje ingeeft. Oké, dan wilde ik nu nog die energetische breekbrief bespreken. Ik heb zelf 7 brieven verbrand met de nieuwe maan in zo'n vuurkorf hier buiten. En als je er even over nadenkt, dan kom je ook wel op steeds meer ideeën. Oké, voor wie ga ik of wat ga ik een brief schrijven? En krachtigste is gewoon echt pen en papier te pakken, dus niet zelf de computer uit te typen, maar gewoon met een wit vel papier en gaan schrijven. Ik heb hier wat aantekeningen gemaakt in mijn boekje daarover. Wat komt er bij je op? Of een persoon kan dat zijn. En dus alle personen met wie wij in contact komen, kan zakelijk zijn, kan een liefdesrelatie zijn, kan een vriendschappelijke relatie zijn. Maar iedereen die je in je leven tegenkomt, daar leg je eigenlijk een energetisch koord mee. En soms zijn die mensen al lang uit je leven, maar dan heb je dus nog steeds, voel je dat die verbinding er is. En letterlijk. En dat is dan ook zo, maar dan op een energetisch vlak. Dus als je graag wil loskomen van die persoon, omdat je merkt dat je daardoor nog steeds beïnvloed wordt, of dat je daar nog steeds gevoelens bij hebt, of dat je je daar nog steeds misschien kwaad of verdrietig om maakt of bij voelt, dan kun je die energetisch doorbreken. Het kan ook een situatie zijn dat je bijvoorbeeld, je kunt ook jezelf vergeven of doorbreken, maar ook een bepaalde mindset of gedachte van ik ben niet goed genoeg, of het is er niet voor mij, of ik word niet gehoord, of ik word niet gezien. Er zijn een situatie die is overkomen. Daarover kun je dus een brief schrijven. Dus doe dat met pen en papier. En bedenk eerst, oké, wie of wat? Dus dan kun je aan personen denken. Of situaties of gevoelens die je hebt. Dan ten tweede ga je kijken, oké, hoe voelde ik me daar emotioneel bij? Bijvoorbeeld een vriendin die niets meer van zich liet horen. Hoe voelde je je daarbij als bijvoorbeeld een contact eenzijdig werd opgezegd? Dan heb jij nog jij voelt die verbinding, maar die ander heeft besloten die verbinding, dat die daar niet meer hoeft te zijn. Hoe voelde je daarbij? Dus het is heel belangrijk dat je daar het gevoel bij omschrijft. Dus het gevoel kan zijn dat je alleen gelaten voelt. Misschien wel voel je je wel verwacht bij of onzeker, want je gaat misschien twijfelen aan jezelf. Dus al dat soort gevoelens, schrijf dat erbij. En het gesprek, wat voor gesprek had je eigenlijk willen hebben? Hoe zou het, de ideale situatie, hoe zou dat geweest kunnen zijn? Wat had je gewild? Dus dat, ik ga daar ook over nadenken. Hoe was het idealiter dan gegaan? En dan schrijf je op dat je iemand vergeeft, of de situatie. Dus dan zeg je, ik vergeef, en dan de naam bijvoorbeeld van die persoon die je wilt vergeven. Dus dit wordt geen haatbrief, het wordt een liefdevolle brief. Je gaat hem ook niet echt opsturen naar deze persoon, want je gaat de brief verbranden. Maar maak er een positieve brief van. Dus ik vergeef de puntje, puntje, naam. En dan waarvoor? Dus ik vergeef, puntje, puntje, voor. En dan omschrijf je de situatie. Voor het, wat die persoon jou heeft aangedaan. Of wat er dan ook bij je opkomt. Daarna ga je opschrijven, en ik vergeef ook mijzelf. Voor bijvoorbeeld dat je al die tijd dacht dat het jouw schuld was. Of dat je die persoon uit je leven hebt geweerd. Of dat je
altijd hebt geloofd dat het zo was. Dus dan vergeef je ook jezelf. Dus je vergeeft eerst de ander, daarna vergeef je jezelf. En dan sluit je af met, ik laat nu alle verbinding los. Ik laat alle verbinding los. Die te maken heeft met deze persoon of deze situatie. En ook alle energie. Dus ik laat alle verbinding en bovenstaande energie die daarbij hoort. Dus ook die emoties, die laat ik los. Die laat ik los uit de liefde, kun je er nog bij zetten. Dus dat is wel belangrijk om dat gewoon een positieve brief te houden. En dat je het loslaat uit liefde. Dus alle energie, alle verbonden emoties en... dus die koord. Dus er zijn meerdere manieren om een koord te doorbreken. Je kunt het ook visualiseren dat je letterlijk met een mes langs je lichaam afgaat om het koord te verbreken. Ik zal later onder deze video ook nog een leuk pdfje zetten waar dat ook nog eens goed wordt uitgelegd, hoe je dat ook kunt doen. Maar met deze brieven, ik vind dat wel fijn om brieven te schrijven. En daarna vouw je ze dubbel. En dan maak je een vuurtje bijvoorbeeld in de tuin of op een andere manier, gewoon in een terracotta schaal waar je even een vuurtje kan maken. Of als je een open haard hebt, dan kan het daar natuurlijk ook op. En het is mooi als je dit met volle of nieuwe maan kunt doen. Maar elk moment zal dit ook wel krachtig kunnen zijn. Maar nu we zitten in de week van de nieuwe maan, kun je dat zeker doen. En kijk ook wat er daarna met jezelf gebeurt. Soms kun je het letterlijk aan het vuur zien. Of misschien neemt die persoon wel contact met je op. Of kijk wat er gebeurt daarna. Hoe je je voelt. Voel je opgelucht of misschien emotioneel. Dus kijk even of dat voor jou gaat werken. Nou, dat was het voor vandaag. Dank jullie wel voor het kijken. En graag weer tot snel. Dag!